Hoi, welkom. Kom eerst zitten in een houding die voor jou intuïtief het beste voelt. Beide zitbordjes en staartbeen bewegen in de richting van de vloer. De wervelkolom is lang actief rechtop. Ontspan je schouders, je ellebogen. De handen rusten met de rug van de hand naar de knie of dijbenen. De duim en wijsvinger met elkaar verbonden in chin mudra. Focus de blik op één punt of sluit de ogen. Begin ik met één om. Adem in. Als je wil, breng je de handpalmen samen en buig. Namaste. Welkom opnieuw. De morning flow, de morning express of welk moment je het van de dag ook doet. Laten we gewoon beginnen. Kom rustig staan. Ik begin vandaag gelijk staand. En als je in een staande positie komt, als je zo meteen een mat gebruikt, beweeg jezelf wel rustig aan de voorzijde van de mat. En als je geen mat gebruikt, zorg dat je zo meteen wat ruimte hebt om naar achter te kunnen bewegen. Begin in een soort variatie van Surya Namaskar. Zo een goede wake-up daar kunnen doen. Hè? Breng je voeten om te beginnen iets op heup of schouderbreedte. Buig je knieën licht uit het slot. De armen hangen ontspannen langs het lichaam. Relax je schouders. Misschien sluit je zelfs de ogen. Voor een klein moment bewust wordt van de positie die je aanneemt. En niet zo waardevol als opmerkzaam te zijn in alle houdingen en bewegingen. Maar hier rustig observeer de balans op je beide benen. Het gewicht op de voeten. Je zit iets meer bij je tenen of sta je iets meer op de hielen. Wieg je wat heen en weer zonder dat je dat simuleert. En misschien wil je de voeten iets resetten zodat je meer bewustzijn ervaart van een staande houding. En dan komen we vanuit daar heel rustig in beweging. Begin iets met de nek, gewoon wat los kunt maken. Breng je kin iets in de richting van de borst zonder te duwen. En heel rustig rol het hoofd rechtsom naar achter. En linksom weer terug naar voren. Misschien wil je niet eens een hele cirkel maken. Zo je voor jezelf puur observeert of je een rotatie kunt maken. Of je de nek wat los kunt masseren, that's all. Je adem gaat rustig door, geen tensie op de adem. Maar rustig in, rustig uit. Als je kleine haperingen ervaart, kijk of je die kunt elimineren, zodat het wat meer vloeiend wordt. En misschien alle houdingen, bewegingen die we maken, wat meer flow kunnen geven. Als de kin weer in de richting van de borst komt, wissel rustig van richting, linksom naar achter. En rechtsom weer terug naar voren. Opnieuw, als je niet een hele cirkel wilt of kunt maken zelfs, gewoon de nek wat los kunt maken. Opnieuw weer opmerkzaam van je ademhaling. Rustig in, rustig uit, voel de nek. Alright. En ook dan breng het hoofd rustig weer tot stilstand. Balanceer het weer mooi boven je schouders. Als je wil, breng je vingertop iets in de richting van het schoudergewricht. En voor je ellebogen lift je ze rustig voorlangs omhoog. En achterlangs weer terug omlaag. Voel dat het een beweging is die we maken voor de schouders, de borst en de bovenrug. Als je liever rechter elleboog, linker elleboog individueel van elkaar in beweging brengt, is altijd welkom. En zo je van de nek en het hoofd een beetje meer het bovenlichaam kunt wakker maken. Ook hier de adem gaat rustig door. Alright, en wissel van richting, achterlangs omhoog en voorlangs terug omlaag. En ook hier, als je kleine haperingen tegenkomt, kijk of je wat meer flow kunt maken. Als dat met één elleboog tegelijk beter werkt dan met twee tegelijk. Adem gaat rustig door. Zelfs geen hapering op de adem. Hè? De adem vloeit rustig in en uit, dus geen stress extra nodig. En dan breng de ellebogen rustig weer tot stilstand. Ontspan de armen weer langs het lichaam. Breng je voeten dan iets op heup of schouderbreedte. Hou de knieën licht uit het slot, zodat je een beweging misschien extra kunt maken. Als je wil, lift de armen langs je oren overhoofd. Hou de ellebogen, je onderarmen of je polsen iets breed, comfortabel. Als het te intens is, langs de oren overhoofd. Breng je de armen naar de rugzijde samen. Buig over naar de linkerzijde, stretch de rechterkant. De adem gaat rustig door. Misschien heb je zelfs een kleine vering die je kunt maken. Zo je voelt de stretch aan de hele rechterzijde. Of misschien eerder de linkerzijde die samen beweegt. Wissel van zijde, buig over naar rechts, stretch links. Nog een keer, over naar links, stretch rechts. Een beetje meer een soort wake-up stretch. Hè? En nog een keer naar de rechterzijde, stretch links. Kom weer rustig terug over het midden.
En ontspan je de armen weer langs het lichaam omlaag. Hoe je de armen in beweging brengt, hoe je exacte posities aanneemt, is altijd heel persoonlijk. Kijk gewoon of je wat flow voor jezelf kunt maken in de volgende beweging die we doen. Doen eerst een keer de hele flow en kunnen we daarna misschien wat houdingen toevoegen. Begin met de armen ontspannen langs het lichaam. Je voeten misschien wat meer samen of je bent oké als je voeten iets uit elkaar zijn. Lift dan de arm omhoog, voorlangs, zijlangs of over het midden. Adem in, misschien kijk je zelfs omhoog als je ruimte hebt in de nek. En op de uiting buig je voorover. Misschien je vingertoppen naar de vloer. Als je niet helemaal omlaag komt, buig iets in je knieën. Plaats de handen net iets onder de knie op de scheenbenen. Adem in, lift de borst iets omhoog, kijk iets naar voren als je ruimte hebt. En op de uitem breng jezelf opnieuw weer naar je uttanasana, naar je staande vooroverbuiging. Stap dan de rechtervoet iets naar achter en land de knie, adem in. En op de uiting lift de borst iets omhoog en duw de heup een klein stukje naar voren. Mooi, lift je beide armen langs je oren over hoofd, lift de torso iets op, adem in. En op de uiting breng je beide handen weer terug in de richting van de vloer. Stap dan naar een plankpositie, adem in, beide voeten samen. Op de uitem breng je knieën richting je vloer, billen richting hielen en borst naar bovenbenen in Child's Pose. Maak dan je koehouding, duw jezelf omhoog naar handen en knieën, maak een holle rug, lift de kruin en staartbeen, adem in. Krul je tenen in de mat en op de uitem strek jezelf naar Downward Facing Dog. Vanuit Down Dog lift je rechterbeen weer omhoog, adem in, klein of groot. En op de uitem stap je rechtervoet weer terug naar de voorzijde van de mat, land dit keer de linkerknie. En als je wil, je linkervreef. Adem in, lift de torso weer op. En op de uitem breng je beide handen weer terug omlaag. Houd de linkerhand daar. Adem in, lift de rechterarm omhoog. Twist. En op de uitem breng je rechterhand weer terug richting de vloer. Krul je linkerteen in de mat. Adem in, lift de knie. En op de uitem stap je linkervoet weer naast je rechtervoet terug naar Uttanasana. Sta stevig. Reis helemaal omhoog. Adem in, lift de armen mee, strek opwaarts, lift de blik als je ruimte hebt. En op de uitering cirkel de armen rustig weer terug omlaag langs het lichaam. Doen we nog een keer. Adem in, lift omhoog, stretch opwaarts. Adem uit, buig voorover. Halve lift, adem in, lift iets op, kijk naar voren. En op de uitering buig weer iets verder voorover. Buig die knieën als dat nodig is. Vingertoppen of vlakke handen. Linkervoet stap naar achter, adem in. Adem uit, land de knie, heup naar voren, borst iets in, lift. Dan cirkel de armen omhoog, adem in, lift iets op, voel de stretch aan de voorzijde van de linkerheup. En op de uitem breng je beide handen weer terug in de richting van de vloer. Krul je tenen in de mat, adem in, stap naar een plank. En op de uitem via de knieën breng je billen weer richting hielen, borst naar bovenbenen. Stretch iets de armen, de borst. Adem in op handen en knieën, als het lukt laat je buik iets zakken, lift het hoofd iets op. En op de uitering krul jezelf weer terug naar Downward Facing Dog. Linkerbeen gaat omhoog, adem in, lift iets op. Buig de knie op de uitering, stap je linkervoet naar de voorzijde van de mat. Land gelijk de rechterknie, je rechtervreef. Adem in, cirkel de armen weer op. En op de uitering breng je beide handen weer terug in de richting van de vloer. Dan lift alleen je linkerarm omhoog, twist, adem in. Als je in de arm na kunt kijken is mooi. En op de uitering land de hand rustig weer terug omlaag. Krul je rechter teen in de mat, adem in, lift de knie. En op de uitering stap je beide voeten weer samen aan de voorzijde, buig. Reis omhoog, adem in, lift iets op. En op de uitering alleen de armen weer rustig terug omlaag. Voeg iets toe, adem in, reis op. Adem uit, buik weer voorover. Borst iets op, flat back, adem in. En adem uit, buig weer iets verder voorover. Rechtervoet stap naar achter. Als het lukt, hou de knieën lift. Buig je linkerknie. Adem uit, lift de borst iets op. Heup kan misschien een klein stukje verder omlaag. Lift de torso omhoog. Adem in. En op de uitem breng je beide handen weer terug in de richting van de vloer. Stap dan weer naar een plank. Adem in. En op de uitem breng je knieën naar de vloer. Billen richting hielen. Borst naar bovenbenen. Via handen en knieën. Adem in. Lift de borst. En uitering krul weer terug naar Downward Facing Dog. Teen in de mat, billen gaat omhoog, relax je nek. Lift je rechterbeen weer omhoog, adem in. Buig die knie op de uitering, stap je rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Als het lukt, hou je linkerknie weer van de vloer. Adem in, lift de beide armen weer overhoofd. En op de uitering buig je ellebogen samen, blijf hoog en druk je schouderbladen samen. Mooi, strek de armen weer helemaal omhoog. Adem in, lift op.
En op de uitingen alleen maar de armen. Borst gaat misschien een klein stukje achterover in een backbend. Hè? Open de voorzijde, stretch, wakker. Adem in, lift de armen op. En uit en breng je ellebogen weer naar elkaar toe, bovenrug. Adem in, strek je beide armen weer overhoofd. En op de uitwing, reik naar voren. Kijk of je de borst in de richting van je rechterdijbeen kunt bewegen. Kom weer terug omhoog. Adem in, lift de armen op. En breng je ellebogen weer samen. Adem uit, ellebogen samen, borsten opent. Arm omhoog, adem in. Op de uitwing, reik voorwaarts. Adem in, lift de torso op. En op de uitwing, breng je ellebogen weer samen. Nog een keer zo. Adem in, armen op. Adem uit, reik naar voren. Misschien maar millimeters, prima. Adem in, lift weer op. Uitwring, ellebogen samen. Rijk dan weer omhoog, adem in. En uitwring je beide handen aan weerszijden van je voorste voet. Lift de borst iets op, adem in. Stap je linkervoet weer bij. En op de uitwring buig je een klein stukje verder voorover. Reis dan omhoog, adem in. En op de uitwring je armen weer rustig terug omlaag. Heel mooi, nog een keer. Adem in, lift de armen op. Uitwring, buig weer voorover. Uttanasana. Flat back, adem in, lift iets op, activeer de rug, lift het hoofd. En uitadem je beide handen weer terug omlaag, neus richting je knieën. Linkervoet stapt naar achter, op je knie of op je tenen. Adem uit, borst iets op, heup iets laag. Armen op, adem in, lift één keer naar je crescent lunge. En uitadem je beide handen weer terug in de richting van de vloer. Stap naar je plank, adem in. Knieën naar de vloer, billen richting hielen, borst naar bovenbenen, child. Via handen en knieën, adem in omhoog, holle rug. Downward facing dog, krul je tenen in de mat, billen gaan omhoog. Linkerbeen komt op, adem in. Linkervoet stapt naar de voorzijde, help als nodig is. Torso komt omhoog, adem in. Nummer 3 keer weer, uitademing. Alleen de ellebogen samen, voel de stretch en de openheid aan de voorzijde van het lichaam. Hè? Adem in, de armen weer op. En uitademing, ellebogen samen. Adem in op. Uitademing, ellebogen samen. Gaan we naar voren. Adem in, lift de armen op. Houd de benen in positie als het lukt. Uitademing, buig iets voorwaarts. Torso weer omhoog, adem in. Uitademing, ellebogen samen. Adem in, strek op. Uitademing, reik voorwaarts. Activeer de buik en rugspieren, de hele functie. Hè? Lift de torso weer op. Uitademing, ellebogen samen. Nog één keer, op. Adem uit, reik voorwaarts. Armen op, ellebogen samen. Armen op, adem in. Uiting, beide handen weerszijde van je voorste voet. Adem in, lift de borst, stap je rechtervoet iets bij. En uiting, buig iets verder voorover. Reis omhoog, adem in. En op de uiting breng alleen je beide armen weer rustig terug omlaag. Vind één rustpunt, we zijn ongeveer halverwege. Breng je voeten een klein stukje uit elkaar. Buig licht iets de knieën, relax je schouders. Kijk of we nog één actieve flow kunnen vinden en een klein beetje meer vanuit het onderlichaam kunnen werken. Zo we activeren meer de buik en rugspieren zoals je voelt. We stretchen de hele borstzijde, we activeren de bovenrug. Zo een klein beetje energiek kunnen maken langs de wervelkolom. Zo vind een kleine ademhaling, een zucht als je wil. Denk alleen mooie woorden, altijd. Zelfs als het wat zwaar is, zelfs als je denkt, nou, ik kom net uit bed. Of vanuit een vermoeide situatie. Observeer de weerstand die opkomt. En er is altijd een bepaald idee dat we hebben over wat we willen en wat we kunnen doen. En als dat afwijkt van wat we echt doen, van wat we in gedachten hadden dat we deden, dachten. En dan is er altijd dat weerstandmoment dat je misschien niet helemaal mee wil doen. Of dat je een klein beetje aanpassingen voor je vindt. Maar kijk of je mee kunt gaan. Kijk of je kunt ervaren wat het voor het lichaam doet. Zelfs als je de gedachte had dat die functie voor jou vandaag niet daar was. Alright, laten we nog één keer iets doen. Kijken of we het iets actiever kunnen maken vanuit het onderlichaam. Zo reset je voeten, zodat we in beweging kunnen komen. Begin weer met de armen. Lift de armen omhoog. Adem in, reik op. Adem in, buig weer voorover. Hetzelfde. Borst gaat iets op, adem in. En uit een buig iets verder voorover. Voel dan de extra stretch geeft. Hè? Rechtervoet stapt naar achter, knie aan of van de vloer. Adem uit, heup laag, borst iets op. Arm omhoog, adem in, lift op. En op de uitwing kom je beide handen weer terug omlaag. Stap dan weer naar je plank, adem in. Uitadem in, knie aan de vloer, billen richting hielen, borst naar bovenbenen.
Vitalasana, adem in, lift het hoofd, buik laag. Krul je teen in, duw je erop naar downward facing dog. Lift je rechterbeen weer omhoog, adem in. En opnieuw stap je rechtervoet naar de voorzijde van de mat of de vloer waar je bent. Lift de torso weer omhoog, adem in. En op de uitreik één keer naar voren. Lift weer omhoog, adem in. Op de uitreik duw die ellebogen weer samen. Doe het twee keer. Adem in, lift de armen op. Uitreik, reik iets voorwaarts. Voel de buik en rugspieren doen, hè, wat de wervelkolom kan. Adem in, lift op. En uitreik, ellebogen samen. Strek dan de armen weer omhoog. Maak vuisten van de handen en breng de vuisten in de richting van het heupgewricht. Kijk of je een kleine vering kunt maken in het achterste been. Zodat we meer energie kunnen vinden om naar voren te bewegen. En misschien zelfs een kleine kick kunnen uitdelen. Zorg dat er niet te veel voor je in de buurt staat. Zodat het omverschot zou zonde zijn. Zo focus hier om te beginnen iets meer op de achterste been. Zo je bent op de bal van de voet. En je kunt kleine buigingen maken. Hè? Een soort lunge, squat bewegingen. Buig en lift. Buig en lift. Buig en lift. Alright. Voel dat het voorste been actief is. Hè? Daar moet je het gewicht zo meteen dragen. Tel zo meteen af op 3. En kijk of je op 1 jezelf naar voren kunt bewegen. Het gewicht kunt verplaatsen op je rechterbeen. En misschien het linkerbeen een klein stukje naar voren kunt zwaaien. Zo je maakt een kick naar voren. Visualiseer misschien iets waar je geen behoefte meer aan hebt. Misschien die weerstand die in het hoofd is. En kijk of we een klein beetje ruimte kunnen creëren voor onszelf. Alright? Zo met dat achterste been. Maak 3 keer die squat. Zo 3, 2. 1, blijf laag, kick dan omhoog, lift je linkerbeen op als je wilt, duw de bal van de voet van je weg. Dan buig weer de knie, in slow motion stap je voet weer naar achter. Alright, zo dat was een slow motion beweging. Als het sneller ging is prima, hè? Zo je deelt wat energie uit, je deelt wat klappen uit en dan haal je die energie weer terug om te observeren wat kan ik nu doen. Doen we nog een keer, misschien doen we hem dit keer sneller. Zo buig weer in het achterste been, veer in de benen, voel de energie op het voorste been, je wilspieren. Alright, tel af 3. 2, blijf gefocust op dat doel. 1, kick naar voren, links en stap weer terug. Lift de armen weer over hoofd, adem in. Uitwing beide handen aan weerszijden van je voorste voet. Borst iets op, adem in, stap je linkervoet naast je rechtervoet. En op de uitwing buig een klein stukje verder voorwaarts. Lift omhoog, adem in. En op de uitwing alleen je armen komen weer terug omlaag. Dus je voelt misschien dat de energie links en rechts een beetje verschillend is. Kijk of we die balans kunnen herstellen. Voor het rechterbeen, begin weer hetzelfde. Adem in, reis omhoog, je laatste flow. Adem uit, duik voorover. Halve lift, adem in. Buig, adem uit. Linkervoet stap naar achter, adem in. Uitwing gaat de heup iets omlaag, de borst misschien iets omhoog. Borst gaat op, adem in, armen op. En uitwing beide handen gaan weer terug richting de vloer. Stap naar een plank, adem in. Knieën naar de vloer, uitademing, billen richting hielen, borst naar bovenbenen. Rijk weer naar voren, adem in, buik laag, borst op. Teen in de mat, uitademing, downward facing dog. Linkerbeen komt op, adem in. En op de uitwing stap je linkervoet naar de voorzijde. Heel mooi, reis de torso weer op, adem in. En op de uitwing rijk iets naar voren. Oké, doen we weer 2 keer, lift de torso iets op, adem in. Uitwing buig een klein stukje achterover. Voel de energie aan de achterzijde. Die heb je nodig voor die kick. Hè? Adem in, armen op. En uitwing reik iets voorwaarts. Nog 1 keer op. En naar achter. Armen op, adem in. Uitwing vuisten, handen in richting de heup. Buig dat achterste been. Veer op dat rechterbeen. Voel dat dezelfde energie geeft als je linkerbeen. Door beide benen zijn actief. Hè? Er is geen rustpositie voor enig been. Alright. Ja, of eerst een slow motion kick kunnen maken. Zo puur in de motion kunnen gaan. Hè? Buig in het achterbeen. Ik tel weer af. 3, 2, 1. Blijf laag. Lift dan iets naar voren. Als het lukt, kick je rechtervoet naar voren. Buig weer je knie en stap je rechtervoet weer naar achter. Land op de bal van de voet. En als je net als ik wat wankel bent, reset jezelf. Zodat je actief weer die beweging kunt maken. Hè? Soms zit het mee, soms zit het tegen. Buig weer het achterste been. Er is altijd één been beter dan het andere. Hè? Je merkt het gelijk. Rechterbeen is beter dan het linkerbeen. Alright, veer weer in het achterste been. Kleine buigingen. Goed ook voor je wilspieren. Activeer de wervelkolom, de energie die op kan gaan. 3, 2, 1. 1 keer snel. Kick, bam en terug. Land.
armen op, adem in. Uitwing beide handen in de richting van de vloer. Stap je rechtervoet naast je linkervoet, adem in. En dan op de uitwing blijf omlaag. Reset je voeten. Misschien wat breder, draai je tenen misschien iets naar buiten. Vind een staande, ontspannen vooroverbuiging. Geef wat lengte aan de hele achterzijde van het lichaam. Je hamstrings, je rugspieren, je bilspieren. In een paar houdingen die diezelfde energie ook weer wat kunnen kalmeren. Maar nog steeds op een bepaalde manier ook stimuleren. Adem. Een zucht. En misschien is deze houding perfect voor je. Je kunt een klein beetje hangen op de benen. Je kunt de handen aan de vloer bewegen. Je kunt de handen op de voeten landen of je ellebogen. Je armen vasthouden en het gewicht van het bovenlichaam met de zwaartekracht iets aan werk laten doen. Als dit voldoende is, we blijven iets in flexie van de wervelkolom. We focussen meer op de ronding van de wervelkolom, de spine. Als dit voldoende voor je is, blijf je daar. Als een squat je houding is, wandel je voet opnieuw misschien wat breder. Breng je dan de billen iets omlaag en dan kun je steunen op de benen of met je handen op de vloer. Laat het hoofd rustig iets omlaag hangen. Door de functie is meer om de tensie te verlichten in de onderrug. Na al die activatie van de houdingen die we hebben gedaan. De bewegingen die we hebben gemaakt. Adem. Rustig in, rustig uit. En via dat staarbeen iets zwaarder kunt laten worden. Opnieuw je staande vooroverbuiging kan voldoende zijn. Hè? Relax je buik, relax je nek. Het is niet wat je per se echt vast hoeft te houden. Je hoeft de knieën niet naar buiten te duwen. Misschien gaan ze zelfs iets naar binnen. Misschien kost een squat moeite voor je. Misschien is een squat eenvoudig. Adem. Alright. Als je nog in staande vooroverbuiging bent, kom heel kort naar een squat. Als je in squat bent, breng je de handen achter je voeten of net iets onder je billen aan de vloer. Dan land je billen in de richting van de vloer. En mijn suggestie dan is blijf in die ronding van de wervelkolom en vind een butterfly positie. Dus je brengt de voetzolen iets samen. Je laat de knieën iets naar buiten vallen. En je rondt de wervelkolom rustig voorover. Als dat beter voor je werkt met de benen lang uitgestrekt, of de benen lang uitgestrekt en uit elkaar in een caterpillar of je dragonfly, zoals het heet in yin, vind de ruimte die je kunt vinden voor de wervelkolom. Zo elke extra stretch of sensatie in de benen is mooi, mits het een pijnlijke ervaring is of het te veel afleidt van de stretch langs de wervelkolom, de onder, midden, bovenrug, de nek. Je een klein beetje ontspannen voorover kunt hangen. Dus niet wat je hoeft te duwen. Zeker als je de oefeningen 's ochtends doet, misschien is die energie wat gestimuleerd, wat warmte gecreëerd, wat adem, wat hartslag, wat energie. En dan die zachtheid weer kunt opzoeken. En zeker 's ochtends, het lichaam is stijver van de nachtrust, het bindweefsel is minder energie qua waterstructuur. Zo we proberen die energie weer wat te levelen of te hergenereren. Als fascia meer droog is, als je dat zo kunt zien, wordt het stijver, is het minder beweegbaar, minder vloeibaar. Hè? En als we die waterstructuur, daar waar we voor 60% hebben staan, minstens, zodat we een klein beetje weer in balans kunnen brengen, ook naar die delen die misschien niet zo mooist zijn. Zo voelen wat er gebeurt in het lichaam, van heel actief naar volledig passief. En merk dat ondanks dat het passief is, je probeert te ontspannen, dat er nooit helemaal stil is. Er blijft altijd een beweging over op een of andere manier. Er is altijd die beweging die je nog steeds kunt waarnemen. Zonder dat te simuleren. Er zijn automatische bewegingen, je hartslag, je adem, de circulatie, de organen die aan het werk zijn, gedachten die opkomen, ideeën. Maar in al die bewegingen die je kunt observeren, is er nog steeds die stilte. Kijk of je kunt verblijven in dat gevoel van stilte en alleen maar observeert. Hoe voelt het lichaam?
Welke gedachte is bij je op dit moment? Een halve minuut. Welke vooroverbuiging je had gevonden voor jezelf, rol de bovenrug weer rustig terug omhoog. Als je in een zittende houding bent, moet je misschien de benen een klein beetje resetten. Rol jezelf rustig af op de rug. Zorg dat je wat ruimte hebt als je eenmaal op de rugzijde komt. Plaats dan je beide voeten op de vloer als ze anders zijn geland. En breng je rechter enkel op je linkerknie of dijbeen. Vind voor een minuut een stretch op je rechterbeelspier, de buitenkant van je bovenbeen. Dat kan zijn als je been gewoon... Je enkel rust op het been. Als je dat linkerbeen iets dichter naar jezelf toe moet halen. Met de beide handen je knieën, je scheenbeen of je dijbeen iets kunt vasthouden. En de stretch iets intensiveert. Hetzelfde geldt dat als de voet wat hoger is. Of wat meer naar de heup. Dat een verschil kan uitmaken. Of de tensie voldoende voor je is. Zo vind een comfortabele stretch voor je rechterbeelspier. De buitenkant van het bovenbeen. Puur als een tensieverlichting. En een mega actieve beweging in al die... variaties in Surya Namaskar. Vind ontspanning. Adem. En voel dat er zelfs automatisch ook een soort kalmte en berusting weer komt. Alles komt weer iets meer terug in zijn neutrale staat. Maar misschien wat energieker, misschien wat meer wakker, misschien wat meer mobiel. Misschien wat meer controleerbaar of waarneembaar. Waar dingen vandaan komen, waar ze naartoe bewegen. Alright. Adem dan voor jezelf nog een keer rustig in en uit. En als je het linkerbeen iets naar je toe had gehaald, breng je linkervoet rustig weer terug richting de mat. Hou het rechterbeen over het linkerbeen. Als dat lukt, breng je het rechterbeen misschien nog iets meer over het linkerbeen. Dus je kruist eigenlijk de benen. Als dat te intens is, land je de rechtervoet rustig naast je linkervoet. En als dat lukt, breng je armen eerst misschien iets wijder, zodat je schouders aan de vloer kunt houden. En laat je de beide benen overvallen naar de linkerzijde voor een twisted roots. Dat voel je misschien in het verlengde van die stretch op je rechterbeelspier, de buitenkant van je bovenbeen. Iets meer door onderrug, misschien wat dieper naar binnen in het lichaam, de wervelkolom. Zo voeg toe voor jezelf een twist met de benen naar links. Als het te intens is, als de benen niet de vloer raken, kijk of je een kussen of een deken in de buurt kunt halen om de benen iets te ondersteunen, zodat het iets meer ontspannen is. Je hoeft niets te duwen. Soms is het fijn om... een hand te laten rusten op het been, zonder dat je heel erg hoeft te duwen, maar dat gewicht van je hand, als je met het lichaam in positie houdt en je kunt observeren wat er gebeurt vanuit die ontspanning. Relax je buik, relax je schouder, soms gaat het hoofd mee in die twist. Dan hou rustig je beide benen weer terug over het midden. Plaats je beide voeten weer terug op de vloer. En wissel van zijde. Zak hetzelfde aan de andere kant. Linker enkel naar je rechterknie of dijbeen. Dat voldoende voor je is, blijf je hier. Als je iets meer kunt of iets meer nodig hebt, haal je het rechterbeen iets naar je toe. Met de beide handen van het been. Schouders blijven relaxed. De nek blijft relaxed. Opnieuw. Vind hier de stretch op je linkerbeelspier, buitenkant van het bovenbeen. En zelfs. Een beetje voelbaar is zelf. Je hebt meer bijvoorbeeld bij de aanhechting van de spier in de pees of de stevigere lagen van ons bindweefsel. Dat je het meer voelt in de buik van de spier, zo'n myofascia. Adem.
En laat dan heel rustig je rechtervoet weer terug naar de vloer komen als dat anders was. Als je kunt, kruis je het linkerbeen over het rechterbeen. Anders plaats je linkervoet naast je rechtervoet, gewoon op de vloer. En laat dit keer je beide benen overvallen naar de rechterzijde. Als je wat ondersteuning nodig hebt, ook hier links en rechts, kan dat een klein beetje verschillend voelen. Schouders blijven relaxed. Misschien gaat het hoofd mee, geeft dat minder tensie in de nek. Voeg toe de rotatie. En opnieuw die verlenging van die bilspier, bovenbeen, in de richting van je onderrug. Zoals de bovenrug kan. En net hoeveel ruimte het lichaam heeft. Of waar die stijfheid en blokkades misschien zijn. Dan breng rustig je beide benen weer terug over het midden. Land je voeten eerst naast elkaar toe. Misschien vind je het fijn om de voeten op de vloer te houden. Dan is mijn suggestie, wandel ze iets meer uit elkaar. Zodat je knieën naar elkaar toe kunnen rusten. Wat meer ontspannen positie misschien voor het bekken en je onderrug. Voor dat korte moment de benen liever lang uitstrekt. Relax je benen. In dat korte rustmoment observeer alle sensaties. Het hele lichaam. Altijd wat opvalt, zonder te blijven hangen. Kijk of je het hele lichaam kunt observeren. Bijna als een soort meditatie, hè? Zonder dat je een reactie hebt, je puur bewust wordt. Hoe voelt het hele lichaam? Beginnen bij de voeten, je tenen. En heel langzaam via de benen omhoog tot de top van het hoofd. Voor jezelf 2-3 keer rustig in en uit. Als je kleine bewegingen wil maken, je vingers, je tenen, je armen en benen wat ruimte wil geven. Misschien kun je nog een extra stretch toevoegen als een soort cooling down stretch of meer een waking up stretch. Plaats je beide voeten weer terug op de vloer. Dan wil je jezelf via de rechter of de linkerzijde. Dus dan weer terug omhoog naar een zittende houding die voor jou meest comfortabel voelt. En de wervelkolom weer iets lang op. Rechtuit beweegt, ontspan je schouders, je armen, je handen. Als je wil, breng je de handpalmen samen. En buig. Namaste. Goedemorgen. Dankjewel.